Yo, what up guys? Van harte welkom op mijn channel en welkom bij een gloednieuwe horror. Een horror, Resident Evil 2. Ik zal even vertellen, voordat deze serie begint, het is een remake van een al bestaande hele goede klassieker. Het is in een gloednieuw jasje gestoken, een 2019 jasje. Het is dus een remake van een al bestaande game, guys. Het is niet een gloednieuwe Resident Evil. Niet in de war raken met de Resident Evil 7 die vorig jaar is uitgekomen. Het heeft heel wat voet in de aarde gehad om deze setup werkende te krijgen. Ik maak nooit video's met facecam en nog helemaal niet facecam met greenscreen. Dus er zitten nog wat schoonheidsfoutjes in, vergeef het me. Ik hoop het inmiddels weer te kunnen uploaden in 4K naar YouTube. YouTube had wat processing issues en de video's die ik in 4K uploadde gingen niet naar 4K. Ik hoop deze serie gewoon goed te kunnen uploaden. 2K Resident Evil 2. Een remake van een klassieker. We hebben een verhaal van Leon. En we hebben een verhaal van Claire. Dit zijn de gasten. Dit zijn de hoofdcharacters. Dit zijn de normale outfitjes. Dit de alternatieve. Maar kijk hoe raar dat pakje is van haar. Alternatief outfitje. En dan heb ik dus deze outfits aan ze gegeven. Dit is een soort... Ja, sheriff is ook wel cool, maar ik ga toch voor die noir stijl. En zij heeft gewoon het normale rode pakje aan. Dit zijn dus de twee hoofdcharacters. Je kan kiezen. Play Leon's story, play Claire's story. Dus wat we gewoon gaan doen, we gaan met deze character. Dit is in ieder geval de gast die ik van alle beelden heb gezien. Ik ga een gloednieuwe serie starten. Een horror in 2019. De eerste serie, de eerste horror met een facecam. Standard. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, guys. Show die support. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. En al helemaal als je beseft dat deze serie is opgenomen na mijn werk. Het is inmiddels 3 uur 's nachts. Ik speel hem bewust in het Japans trouwens, jongens. Engels ondertiteling, Japanse tekst. Het is een Japanse game. Holy shit, ik vind de graphics echt heel erg goed voor een remake. We moeten maar even kijken, jongens, of we de Japanse tekst chill vinden, omdat het officieel Japans is, of dat we hem toch naar het Engels zetten in het verloop van de serie. We moeten maar even bekijken. Ik schijt in ieder geval nu in mijn broek. Ik heb een paar beelden gezien, ook bij PewDie, ook bij andere YouTubers, trailers. Dit gaat echt een goede game worden en ik speel hem met een fucking facecam. So let's go, guys! Kimi ga warui na.
Oh wow, de gameplay start ook echt hier. Explore your surroundings. Ik kreeg toen ik de eerste beelden van de game zag, kreeg ik heel erg een The Evil Within feel. Het heeft dat Japanse alsnog, maar ook de graphic stijl, maar ook geluidjes, hoe dingen in je scherm poppen, items die je oppakt. Zo, die game die runt gewoon even in 60 fps, valt me op. Zo, die game runt echt smooth voor console hoor, nice. Hoge graphics, goede frames. Goede fps. Helemaal nice. Ik vraag me vooral af wat de zombie-apocalypse heeft veroorzaakt. Want zombies, I know, ze zijn heel cliché. What the hell? Ik snap dat ik daarheen moet, maar mag ik niet eerst even kijken of hier nog wat hier heb liggen? Dit klinkt niet goed, guys. Dit klinkt niet goed. Chink? Oh, chinky hoor. Nee, deze man is half stervende. Ik weet niet hoe lang die er al zit, joh. Oh, ik schrok al van de deur. What the hell? Game just started, bro. Het begint nu al. Als het goed is, kan je de enemies echt totaal niet vertrouwen. Ze kunnen gewoon nog opstaan. Dus je denkt dan van ze af te zijn en dan staan ze opeens weer op. Jongen, jongen, tot nu toe is de... Hier, dit bedoel ik, die... En dan je dan zo'n item in beeld ziet, dat is net de evil waarin. Oeh. Niks open in inventory. Oh, prima plaatje hoor. Zo, nou, nou, poepoe. Dit is dus precies wat ik bedoelde. Ze kunnen gewoon weer opstaan. Really, hoeveel kogels kost het? Ik heb echt veel kogels aan hem verneukt nu, man. Besef van dat de game net pas is begonnen. Hoi, nani is er? What are you doing? What the fuck? Hallo? Kan ik hem niet gewoon gebruiken? Hallo. Ik wil net zeggen, is hij nou weer weg? Nee toch? Ah, nou kan ik die gebruiken. Use.
kijk, zo werkt het. Wow, waarom schrok ik zo? Hallo. Nee, hij ook. Oh, fucking hell. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck? わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ね、レオンケネディ。君は？クレア。クレアレッドフィールド。クレアレッドフィールド、レオンケネディ。And then Pratsy Japans。何をしてるの？彼も警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。 Raccoon City. Ziet er goed uit, man. Dat voor een remake. シミンの皆さん、大規模な暴動が発生したため、ダークシティ警察署へ避難することをお勧めします。必要な方には食料や医療品を無料で支給します。嘘でしょ、信じられない。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。 ええ、そうね。でも生き残ってるのが私たちだけだ。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。歩くしかなさそうだ。 Oh jee, het is hier al raak gek. Ugh!
Oké, dat is snel gegaan. Meteen een oplossing ook. Deze game, what the hell? Ja, weet je wat het is? Zombies komen op geluid af. Dit is trouwens zijn allerhardste rennen, hè? Dus dat is wel een beetje... Trouwens, ik ben zelf helemaal niet zo'n Resident Evil speler. Ik was veel te jong voor deze games toen ze uitkwamen. Veel te jong toen ze uitkwamen. En nou speel ik dus de remake en ziet het er zo verdomd goed uit. Dat ten eerste. Maar herken ik dus ook gewoon gedeeltes. Want ik heb wel gedeeltes van de game gezien. What the fuck, ik hoor 3D geluid. Oh, wat kut. Nou, Leon Kennedy is binnen hoor. What a freaks. Trouwens, als jullie bijvoorbeeld de volgende, want dit is echt een probeerseltje hoor. Als jullie de volgende episode bijvoorbeeld Engelse taal willen, dan moet je dat gewoon aangeven. De meeste stemmen gelden, I guess. Ik ben zelf helemaal niet zo moeilijk. Maar ook als je bijvoorbeeld de facecam groter wil. Ik heb hem nu rechts onderin gedaan, ja. Gaan we maar even weten. Dit is het epische politiebureau. Hier heb ik ook PewDie zijn hele aflevering zien spelen. Hier is waar de demo letterlijk begon. Kon je een half uurtje spelen. Oh, daar kan je saven. Lol. Ja, natuurlijk gaan we saven. Ik vind het een heel nice spel hoor. Even een mooi stijltje in het algemeen gewoon. Ik ga deze aflevering ook helemaal niet zo lang houden, want je moet je dus beseffen, het is 3 uur 's nachts. Ik heb koppijn, ik heb de hele dag gewerkt. Maar ik wilde dit gewoon opnemen. David en Marvin. Waarom zijn ze niet veel agressiever? Ik zou ze echt in hun gezicht trappen en gewoon zo schieten. Zo rustig, die duwtjes. Ga weg, zombie. Deluxe weapons added. Oh, sick. Kijk, het zijn allemaal 15 shot capacity 9mm handguns. Alleen, het zijn de legendarische guns uit de vorige games. Dus eigenlijk moet je store doen. Kan ik die niet gewoon even plaatsen? Dank je. Die verplaats ik daarheen. Samurai Edge. Dit is de eerste waarmee we spelen. Chris model. Oké. Dat de gun wel. Maar het heeft opeens geen ammo meer. En dit is best wel sick, man. Dat heb ik dus vrijgespeeld door de type editie dat ik heb gekocht. Maar ja, geen ammo dus voor die nieuwe handcannon. Handcannon? Het is geen Destiny. Handgun.
Keep out. Wat gaan we doen? We gaan erheen. Nice. Closed. Puzzeltje. Nou ja, wat ik al zei, ik heb sowieso wat beelden van de game gezien, dus ik weet dat er een puzzel aan zit te komen. Nu moet ik de brightness ook wat omhoog gaan gooien. Het voelt toch nog wel erg donker. Ga even een rondje rennen. Oh, hier kunnen we dan wel opeens naar binnen. Zo, die 3D-audio die aanstaat, dat is best wel apart. Je hoort het echt heel goed. Welcome to Raccoon City. Daar kunnen we dus later ook achterkomen. Oh ja, dit zijn net zoals in The Evil Within trouwens. Dit zijn herbs waarmee je jezelf kan healen. Ook zo'n speciale key voor nodig. Ik wilde echt net zeggen, we hebben nog geen enkel schrikmoment gehad, maar juist dat is gevaarlijk om te zeggen, want you never know. In dit soort games, echt, you never fucking know. Oké, ammo. Dit zijn mijn enige 5 kogels, like really? Waarom kan ik dit niet herladen? Wat heb je nou aan een gun die niet kan schieten? Ren eens even door met dat dikke kontje van je. Kijk hem even lopen. Nou goed. Laten we kijken. Computer ging bijna uit. Het is begonnen, hè? De mist en fuse. Hallo? Licht. WC-rollen. Genoeg WC-rollen. Dat hebben ze in ieder geval wel. Je ziet dat er dus wel al mensen zijn gekomen naar het politiebureau om hier, zeg maar, te evacueren, te slapen. In ieder geval even een lichtje. Perskamer. Il. Nou, oké, hier kun je dus helemaal niks. Wat een nare klote sfeer hangt hier. Als de rest van de game zo is, nou, dan maak ik nu al mijn borst na. Hallo. Je hield het toch gewoon vast, man. Trouwens, wisten jullie dat dit techniekjes zijn van game developers? Nooit zo over nagedacht toen ik wat jonger was, maar dat die kleine
momenten zoals dit een kast opzij schuiven, dat dan de rest van het level inlaat. Eigenlijk pakt de game daar gewoon zijn tijd om het level verder te laden. Wat verdorie. So far, so good. Nog niet veel spannends gebeurd. Maar dat is ook net begonnen. Het bouwt op. Het is Resident Evil. Hallo. Wat verwacht je? Het gaat echt niet opeens een slecht spel zijn ofzo. Deodorant? Nee. Die mannen praten zo episch in het Japans, hè? Oh, daar! Hier kan ik zeker helemaal niks mee. Nee, het moet gesloopt worden. Wat heeft hij in zijn hand? Wat heeft hij in zijn hand? Hij zei nog midden in het gevecht. Hou vol, komt goed. Hou vol. Flip pages, officer's notebook. Kijk, deze man legt een stukje over de puzzel uit. Leeuw, eenhoorn. Oh, kijk. Je ziet precies wat je moet doen. Wow, hoe easy kan het je gemaakt worden? What the fuck? What the fuck? Return to the main hall, hallo? What the? Dit was de eerste keer dat ik een beetje schrok. Kleine PC. Oh. Oh man, what the fuck? Jongen, ik heb ook bijna geen kogels meer. Schiet op. しばらくは安全だ。助かった。マービン・ブラナだ。レオン・ケネディ。もう一人警官がいた。でも。立て。お前は悪くない、レオン。 こうなった原因は？さあな。分かってるのはここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだけだ。先週から出勤のはずが待機命令が出て、もっと早く来てれば。今いるだけで十分だ。準備できました、警部補。ここから出る方法を探さないとな。お前が会ったエリオットは、 この隠し通路を探していたようだ。それはいい。あなたを病院に。いや、俺のことは気にするな。でも置いていくわけには。いいか、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。俺が行けば足手まといになる。
お前にこれを。でもこれはいいんだ。俺の二の舞になるな。もし奴らを見つけたら、相手が警官だろうと、決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。いいな。わかりました。Combat knife, dat kan wel eens heel erg handig zijn. L1 en R2. Ja, dat kan heel veel ammo besparen, man. Ik heb nu al echt een tekort aan ammo. Maar goed, het is een beetje dubbel, hè. De game is in het Japans is gewoon hoe de game gespeeld hoort te worden eigenlijk. Maar tegelijkertijd klinkt alles zo onnodig episch. Die man die stelt zich voor, die heet Marvin. Het zegt Marvin. Klinkt zo cool. Hoe open ik die notebook ook weer? Oh, dit is de map. Daar hebben we een... Ik had hier ook een safe gevonden, maar dat is op die andere verdieping. Hier, dit is het. Leeuw, blaadje, vogel. Kijk, dat is de eerste. De Lion Medallion. Je kan maar echt heel erg weinig in je inventory hebben trouwens. Dus die inventory moeten we echt heel snel groter gaan maken. Kijk, dat is de eerste. Nou zie je al inderdaad dat dit een secret passageway is. Dus als het ware, hoe onrealistisch het ook is natuurlijk, de sfeer is echt fantastisch, maar hoe onrealistisch het ook is, we zoeken medallions, dus we zijn een puzzel aan het oplossen om te vluchten uit het politiebureau terwijl er een zombie-uitbraak is. Iets wat onwaarschijnlijk. Het is niet het eerste waar ik aan zou denken, laten we de medailles verzamelen zodat we een puzzel kunnen oplossen en dan kunnen we de weg weer hier. En sowieso ga je hem toch nooit naar het politiebureau of naar het ziekenhuis brengen, want daar kan je toch ook helemaal niks. Dat is toch ook een zombie-uitbraak daar, net zoals in The Last of Us of zo. Nou goed, ik ga om 3:30 s'nachts, goddamn, een doordeweekse dag, ik heb koppijn. Ga ik de part eindigen en hoop ik wel dat jullie hebben genoten. En laat me even weten wat je van de game vindt, de serie, het concept, hoe ik hem upload met facecam en al. Of de facecam misschien wat groter moet, of dat het juist perfect is zo. En of we de game verder gaan spelen in het Engels, of dat we het lekker op zijn Japans laten. Laat het even weten. In ieder geval bedankt voor het kijken, het liken. Dit was Resident Evil aflevering 1, hopelijk verwerkt in HD. Want YouTube heeft nogal wat issues de afgelopen dagen. En dan gaan we zo snel mogelijk verder met dit verhaal, met dit avontuur, in aflevering 2. Peace out, guys. Later.